Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video en in de video van vandaag de top 5 meest verkochte elektrische scooters voor woon-werkverkeer in het 45 km segment. Belangrijk om te vermelden is dat we met deze top 5 ook nog extra video's hebben van de scooters die we zo dadelijk gaan laten zien. En die video's en de linkjes naar de productpagina, die linken we natuurlijk in onder deze video. Nummer 5 in de lijst is deze Silence S01. En waarom wordt deze nou veel verkocht? Ja, voornamelijk door die veel beenruimte, grote wielen. Je kunt 2 integraalme helmen kwijt onder het zadel. Hij heeft een range op basis van klantervaringen van tussen de 100 en de 120 kilometer. En dat pakketje maakt hem ideaal voor woon-werkverkeer. En nog een klein primeurtje, want tegenwoordig is de verkoopprijs een stuk lager, omdat je de batterij ook in abonnementsvorm kunt nemen. Daar meer informatie van op onze website. Op nummer 4 in de lijst staat deze Horwin SK1. En laten we beginnen dat de prijs van dit model erg scherp is. En prijzen kun je terugvinden op onze website. Hij wordt standaard geleverd met 1 accu. Dan heb je tussen de 50 en de 70 kilometer range. Maar je kunt ook nog een 2e accu selecteren. En dan kom je dus uit op tussen de 100 en de 130 kilometer range. En dat maakt natuurlijk weer ideaal voor woon-werkverkeer. Ja, en wat hem ook ideaal voor woon-werkverkeer maakt, en daarom gaan er veel mensen over tot aanschaf bij dit model. Ja, ten eerste het design, maar vooral ook weer die grote wielen. Want dat rijdt gewoon extra comfortabel. Op nummer 3 in de lijst staat de Segway E125S. Wat kenmerkend is aan deze elektrische scooter, is dat hij ten eerste veel beenruimte heeft. Je kan 2 potjes kwijt onder het zadel, dus die jethelmpjes. En hij heeft gewoon in deze prijsklasse heel veel gadgets. Zo heeft hij onder andere ABS, een automatisch stuurslot, cruise control en zo kunnen we nog even doorgaan. De range, als we kijken naar deze top 5, is die wel de minste. Maximaal op basis van klantervaringen zo'n 60 kilometer. Maar stel, je rijdt 20 kilometer naar je werk en terug, 40 kilometer per dag, dan is dit gewoon ruim voldoende. Op nummer 2 in de lijst hebben we deze e-scooter E3. En waarom kiezen veel mensen voor dit model als ze een nieuwe scooter gaan kopen voor woon-werkverkeer? Ja, voornamelijk bij dit model is dat de keuze aan accu's. Want je kan deze gewoon spekken op basis van klantervaringen tussen de 60 en de 165 km range als je gaat voor het 45 km model. Dat in combinatie met onder andere een groot voorwiel, lange wielbasis, standaard al een drager voor een eventuele topkoffer, maakt dit ook echt een scooter voor woon-werkverkeer. Voordat we doorgaan naar de absolute nummer 1, stel je bent het oriënteren voor een elektrische scooter, dan hebben we van al deze modellen ook nog een uitgebreide video gemaakt. En ook op onze website kun je nog veel informatie terugvinden. Maar ben je er nou nog niet helemaal uit, dan kun je gewoon een vrijblijvende proefritafspraak maken bij ons op de website, eenvoudig online. En zo kan jij op één van deze meest verkochte modellen gewoon vrijblijvend komen proefrijden. En we zijn aangekomen bij de absolute nummer 1 van de meest verkochte elektrische scooters in het woon-werkverkeerssegment. En dat is deze NIU NQi GTS. Ja, je kunt hem bestellen in 2 verschillende uitvoeringen. Nou, als we kijken naar de online bestellingen, dan kiezen de meeste mensen voor die standaardversie. Die heeft tussen de 60 en de 100 kilometer range op basis van klantervaringen. We hebben ook nog een extended, daar zitten wat zwaardere accu's in en dan kom je uit tussen de 80 en de 120 kilometer range. Maar wat maakt dit model nou zo populair, zowel online als in de winkel? Ja, voornamelijk die 14 inch wielen, een CBS remsysteem en een heel vet 6.2 inch digitaal kleurendisplay. Wil je nou op de hoogte blijven van het laatste scooternieuws, reviews, rijtesten en meer? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. Volgende week maandag uiteraard weer een splinternieuwe video. Vergeet niet even een leuke reactie te schrijven voor ons. Vergeet de video niet te liken. En dan zien we elkaar natuurlijk volgende week maandag.